Hallo en welkom bij het Alfa-College. Ik ben Ilona Stille en ik ga jullie meenemen in de ontwikkelingen van het project Waterstof Tiny House. Ik ga in gesprek met een aantal personen die betrokken zijn bij het project en daar gaan we nu naar kijken. Naast mij staat Klaas Berends, opleidingsmanager van de opleiding Techniek. Klaas, wat kun jij mij vertellen over het project? Nou ja, het project is het Waterstof Tiny House. Je ziet hier eigenlijk al wat werktekeningen staan die de jongens gemaakt hebben. Het Waterstof Tiny House is eigenlijk een onderdeel van een wat groter geheel wat hier in Hoogeveen plaatsvindt. De Waterstofweek is al landelijk bekend, zeg maar. En om waterstof toch wat toegankelijker te maken bij gebruikers en burgers, mm-hmm. is eigenlijk bedacht om een soort demo-model te maken. En dat wordt dit Tiny House. Oké. En we staan hier in het duurzaamheidscentrum. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen? Het duurzaamheidscentrum in oprichting is het. In oprichting, oké. We merken wel dat in kader van de energietransitie die we de komende jaren moeten gaan maken, dat er heel veel behoefte is aan kennis, zeker op dit soort onderwerpen. Mm-hmm. En daarvoor hebben we bedacht van het zou toch handig zijn om die kennis bij elkaar te brengen in het centrum, in het duurzaamheidscentrum. En dat zijn we nu hier aan het organiseren eigenlijk. Okay. We hebben een aanvraag gedaan bij de regio-deal. We krijgen daar hoogstwaarschijnlijk wat subsidie voor om dit echt een centrum te maken waar mensen opgeleid kunnen worden in de innovaties die er nu in de techniek allemaal zijn. Oké, okay. En we zijn hier in het Alfa-College. Ja. En wat is de reden dat het Alfa-College hier daarmee doet? Nou, het Alfa-College verzorgt opleidingen die te maken hebben met die energietransitie natuurlijk. Hè. En wat ik heel erg belangrijk vind is dat de studenten ook opgeleid worden in de meest nieuwe technieken die er zijn. En eigenlijk ook in een omgeving die heel erg lijkt op het werk waar ze straks terecht in komen. Dus ik ben een heel erg groot voorstander van projectmatige dingen aanpakken. Real life learning. Nou, en we hebben hier te maken met een opdrachtgever. Iets wat echt is en betekenisvol. En ja, dat, volgens mij is dat essentieel voor het onderwijs. Oké, het klinkt heel goed. En ik heb ook gehoord dat jullie een video hebben gemaakt over de voorbereidingen van het Tiny House. Ja. Zullen we daar even naar gaan kijken? Ja, we gaan zo meteen de kant op en dan gaan we daar de presentatie voor zetten. Oké, okay. Nou dan gaan we nu kijken naar een video van de voorbereidingen van het Tiny House. Naast mij staat Kees Boer. Kees, kun je mij vertellen wie je bent en wat je hier komt doen? Ik ben Kees Boer, ik werk bij de gemeente Hoogeveen en ik ben de projectleider van de Waterstofwijk. En ik kom hier de start van de bouw van het Waterstofwijk meenemen. Oké, okay. Want Kees, kun je me uitleggen waarom de gemeente Hoogeveen heeft gekozen voor waterstof? Dat is ontstaan omdat er is een open innovatieplatform, Hydrogreen, die gelooft dat de waterstof-economie de aardgaseconomie in Noord kan overnemen. En die waren op zoek naar demonstratieprojecten. En de gemeente heeft daaraan meegedaan met het demonstratieproject Nijstad Oost. Daar hebben we 22 partners
aan gewerkt de afgelopen 3 jaar. Om op basis daarvan een plan te maken om een bestaande Nederlandse woonwijk om te zetten van aardgas naar waterstof. Oké. En hoe is de samenwerking met het Alfa College dan zo ontstaan? Ja, dat is ook een bijzonder verhaal. Het ministerie van INW heeft een summer school georganiseerd in Hoogeveen. Met allerlei studenten. En het ging over de veilige waterstofwijk. En die studenten hebben in competitie plannen gemaakt. En een van de plannen, het winnende plan, was een waterstof aan een glazen huis. Om waterstoftechniek te laten zien. En we wilden graag kijken of we dat ook konden maken. En toen hebben we met het Alfa College hebben we doorontwikkeld naar een waterstof tiny house. En op basis van het ontwerp hebben we een subsidieaanvraag gedaan bij de RegioWiel. En die is geconcludeerd. Vandaar dat we nu ook kunnen starten met de bouw. Oké. En nou heb ik wel eens gehoord dat waterstof gevaarlijk zou zijn. Wat kun je daarover vertellen? Dat is eigenlijk heel simpel. Als het niet veilig kan, dan doen we het niet. Waterstof heeft andere eigenschappen dan aardgas. En op basis van die eigenschappen nemen we aanvullende maatregelen. We zorgen dat het veilig kan worden toegepast. Ja. Oké. Nou, we hebben gehoord hoe het gaat met het waterstofwijk in Hoogeveen. En gaan we nu naar een filmpje kijken van de waterstofwijk. Oké. Dit is de proeftuin van Entrance, onderdeel van Hanse Hogeschool Groningen. Hydrogreen Hoogeveen test hier met cv-ketels op waterstof. Waterstof is één van de duurzame alternatieven voor de energietransitie. Vandaag bekijken we de cv-ketels en stellen vragen aan projectmedewerker Ted Wildenberg. Hydrogreen Hoogeveen betreft de wijk Erflanden met woningen voor het grootste deel uit de periode 2000 tot 2005. Ze hebben een vrij goed isolatiepakket, maar niet voldoende om energie-neutraal te zijn. Het toepassen van een waterstof-cv-ketel met hergebruik van het aardgasnetwerk is dus zeer geschikt. Er is gebleken dat wanneer we zouden overstappen op groene waterstof, we gewoon gebruik kunnen blijven maken van het huidige gasnetwerk. Putjes zoals deze en een kast zoals we hier zien, kennen we vanuit onze huidige woonwijken. Wanneer de overstap zou plaatsvinden, kunnen we hier dus gewoon gebruik van blijven maken en verandert er niets aan het straatbeeld. Dit zijn de containers waarin de waterstof-cv-ketels worden getest. Maar waarom zou je nou een waterstof-cv-ketel in huis willen hebben? Bijvoorbeeld omdat je je huis niet voldoende kunt isoleren of omdat je woont in een monumentaal pand. Dan kan de waterstof-cv-ketel een oplossing zijn. De waterstof-cv-ketel stoot geen CO2 uit en ook veel minder stikstof. In het Hydrogreen Hoogeveen project, naast alle juridische en veiligheidsaspecten, testen we ook de techniek. Techniek zoals de ketel hier en de meters hier. Een huisopstelling. In de huisopstelling echter hebben we veel meer leiding omdat over het algemeen de ketel niet naast de meter hangt. Verder hebben wij hier een extra veiligheidsvoorziening getroffen omdat we hier aan het testen zijn. Het komt er eigenlijk heel simpel op neer. Als je over wilt gaan naar waterstof, vervang de ketel, vervang de meter en je bent er. Waterstof lijkt dus een veelbelovend en duurzaam alternatief voor aardgas. Wil je meer informatie over dit project? Kijk dan op hogeveen.nl/waterstof. Naast mij staat Jan Berend van der Wijk, locatiedirecteur van het Alfa College in Hoogeveen. Jan Berend, zou je mij kunnen vertellen waarom dit project zo belangrijk is en waarom het past binnen de visie van het Alfa College? Nou, het is natuurlijk sowieso een heel belangrijk project, hè? Tiny House. We zijn bezig met nieuwe technologieën en te kijken hoe je dat toepast in de gebouwde omgeving, heet dat dan, in de woningen. En het past heel goed bij het Alfa College, omdat het binnen onze strategie heel goed past. We hebben 3 koersuitspraken. We willen studenten goed voorbereiden dat ze blijvend maatschappelijk betekenisvol kunnen zijn. We willen samen met bedrijven en instellingen kijken hoe we de regio heel sterk maken. En de 3e koersuitspraak, dat is eigenlijk waar het hier over gaat, is dat we een betere wereld willen creëren en achterlaten. En dat willen we niet alleen in technische opleidingen, maar dat willen we eigenlijk bij alle opleidingen. Dat studenten zich bewust worden wat het betekent om in termen van duurzaamheid te denken, duurzaam inzetbaar zijn, fair trade. Ja. Maar in de techniek ook heel sterk over energietransitie en circulariteit, ja. Ook zo'n mooi woord. Ja. Ja. Want circulariteit, hè, daar zijn jullie hier bij het Alfa College bekend mee. Ja, ja. Ja. Ja, dat heeft bij ons wel een geschiedenis. Hè. Wij zijn het gebouw gaan verbouwen. Volta 2020 noemen we dat. Een prachtig nieuw, vernieuwd gebouw wordt het.
En waar we enorm door waar heel veel energie van krijgen, is dat we dat op in circulair opzicht doen. We proberen dus steeds de materialen die we gebruiken elders uit het gebouw te halen om ze weer te hergebruiken. En ook bij materialen nieuw die we gaan gebruiken, dat ze ook over 30 jaar weer hergebruikt kunnen worden. Nou, dus we zijn heel erg bezig met hoe kun je nou zorgen dat materialen duurzaam gebruikt worden. En zozeer zelfs dat we nu wel zeggen dat we een school van duurzaamheid en circulariteit zijn. Ja, en daar sluit het project Tiny House natuurlijk precies, heel mooi. Precies, maar dat gaat ook heel erg over energietransitie. Het gaat over, we zijn ook met een aantal noordelijke ROC's in het project Gas 2.0 bezig om juist naar andere energiebronnen te kijken, hoe je die ook toepast in allerlei technieken. En zo'n regio-deal die nu ook geld beschikbaar stelt voor de provincies in het noorden, hier in ons geval dan, daarmee kunnen we dat tiny house vormgeven. En dat, dus het komt heel mooi bij elkaar allemaal. Nou, klinkt echt heel goed. Ja, ja. Zo hebben we weer heel veel nieuws gehoord, ook over de circulaire bouw van Volta 2020. En dan gaan we nu naar een video kijken waarin jullie dat kunnen zien. Het uitgangspunt voor de bouw was dat we niet alleen het gaan verbeteren, maar dat we het ook op een circulaire manier gaan doen. En dat je eraan kunt ruiken van dit is het materiaal wat uit het oude gebouw van 1968 komt. En dat hebben we nu vertaald in eigenlijk elk vraagstuk wat we tegenkwamen. Dus elk vraagstuk waar het gaat over materialisatie, of over hergebruik van dingen. Hoe kunnen we nou circulair bouwen? Dus het hergebruik, hoogwaardig hergebruik van materialen. Hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk doen? De intentie is om een goed voorbeeld te creëren waarin volgende projecten ook weer lering uit kunnen trekken, maar waarin we ook studenten kunnen betrekken en ze ook meenemen in het gedachtegoed waar zij straks in, als ze eenmaal in hun werkzame leven komen, dat ze daar ook mee te maken krijgen met die circulaire economie. Daarmee kun je aan de huidige generatie, maar ook aan de nieuwe generatie studenten zichtbaar maken van wat circulariteit betekent voor de komende 20, 30, 40, 50 jaar de toekomst die wij nog hebben. Nou, dit is wat ze nu ontworpen hadden bij een architectenbureau. Maar ik heb een eigen ontwerp gemaakt met materialen die uit het gebouw komen. Zo komen de kozijnen die hier nu staan bij de oude servicebalie weg. En de deur die erin komt, die komt dus bij de nooduitgang weg waar de gedeelte gesloopt wordt. Het mooie ervan is dat je ze enthousiasmeert om daar wat van te leren. En het ook te gaan uitvoeren. Het is hartstikke leuk om hier aan mee te doen. Omdat je toch een eigen bijdrage hier aan geeft aan jouw school. Dat ze dan ook straks het ook meenemen naar hun eigen werkgever. Van hé, maar zo zou het ook kunnen. En zo wordt het sneeuwballetje steeds groter. Het meest bijzondere is als je kijkt naar waar de materialen vandaan komen en waar ze nu bijvoorbeeld in zitten. Zoals het blad hier van de nieuwe servicebalie, dat was eerst. Dit zijn eerst allemaal traptreders geweest van de grote trappen die hier vroeger stonden. En de staalconstructie die komt uit het talentencentrum, hier net achter. Als je dan later van school bent en misschien laat je eigen kinderen hier naar school toe gaan, dan kun je toch nog even zeggen van, moet eens kijken wat hier staat. Daar heb ik ook aan mee gewerkt. Wat voor gevoel gaat jou dat dan geven? Dat als je hier straks langs loopt en het is allemaal klaar en je ziet dat, wat doet dat dan met je? Nou, dan zal ik wel even denken van, nou, dat heb ik even in elkaar gezet. Ja. Dat je toch de huidige generatie dat mee kunt geven, dat ze straks er anders mee omgaan. Dat vind ik het belangrijkste. En nu sta ik hier samen met student Max. Max is bezig met het ontwerpen van het Tiny House. Max, wat kan jij over het ontwerpen vertellen? Nou, ik ben niet echt aan het ontwerpen. Wij zijn nu met de uitvoering bezig. We hebben het ontwerp wel verder uitgewerkt. En we zijn vandaag net begonnen met het maken van de wanden, zeg maar. Ja. En hoe, want je hebt dus een ontwerp gekregen. En wat heb jij toen gedaan? Wat was het eerste wat je toen ging doen?
Nou, ik ben dan met de wandenuittekening bezig geweest. Mm-hmm. Want de architect heeft dan bedacht hoe het gemaakt moet worden. En wij gaan daarin verder tekenen om wat echt realistisch te maken, zodat het echt gemaakt kan worden. Ja. En ga jij samen met jouw medestudenten, gaan jullie dan alleen de buitenkant doen of ook de binnenkant van het tiny house? Er was wel een andere student, die zijn er bezig om de binnenkant van het tiny house te ontwerpen, zeg maar, en ook te maken. Ja, dus eigenlijk zijn er allemaal studenten van verschillende opleidingen die bezig gaan met het tiny house? Ja. Ja, oké. Okay. En nou Max, heb ik net meneer Klaas wel even horen zeggen dat het heel belangrijk is voor het onderwijs en een echte opdracht. Maar wat vind jij er als student eigenlijk? Ja, ik vind het super gaaf om gewoon een echte opdracht te hebben. Mm-hmm. Gewoon iets serieus waar je ook met andere mensen serieus mee bezig kan. Ja. Of dat je gewoon serieus genomen zou worden. Ja, precies. Ja. En dat begrijp ik. En dan is er ook een deadline volgens mij. Weet je wanneer die is? Rond maart, april zou die af moeten zijn. Maar wat nou als dat niet gaat lukken? Want er ligt dan wel een grote druk op je schouders. Ja, ik denk dat het wel goed komt. Je hebt de volste vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dat is mooi. Ja, oké, top. Ten eerste, we halen alle grind eraf. Daarna verwijderen we de oude dakbedekking. Dan gaan wij de isolatie upgraden. En dan krijgen we een nieuwe dakbedekking erop. Met de desbetreffende installaties. Dit is al de isolatie die er nog op moet. Je kunt hier wel zien dat hier de nieuwe isolatie ligt. Ja. En hier komt dan weer straks schoon grind op. Waar geen luchtbehandelingskast komt, komt de PV-panelen, zonnepanelen. Om de school van eigen energie te voldoen. Allemaal zonnepanelen hier straks? Oké. Okay. We gaan de gevelverklaring demonteren. Dan gaan we ook weer monteren als het nageïsoleerd is. Dezelfde beplating. Ja. We gaan ze nog wel reinigen. Dus dat de kleur weer naar voren komt. De beglazing wordt vervangen. Er komt een hoogwaardige beglazing in. Dus zonder weer het glas. Dus het wordt warmer, koeler. Het wordt... Precies. Het wordt alleen maar beter. Aangenamer. Hier zie je de buitenplating. Die halen we eraf. Dan kun je zien dat de isolatie dikker gemaakt kan worden. Om de isolatiewaarden omhoog te krikken. Oh, kijk eens. Want de TL-balken hebben we allemaal gerecycled. Water hebben we allemaal gerecycled. Wordt allemaal verzameld hier. Ja. Dit gaat de container in. Of als er nou iemand zegt, hier kan ik wat mee. Mag. Voor een op, alsjeblieft. Voor een mooi kunstwerk. Nou ja, dit zijn de recyclingcontainers. Plafondplaten worden opgeslagen en worden opgehaald door de fabrikant. Ja. En gerecycled wordt een nieuwe plafondplaat. Puin. Wordt vermalen door de puinbreker. En het wordt deels beton, deels weer andere stenen. Nou, het wordt gebruikt door de wegenbouw. Oké. Okay. Schroot. Logisch, wordt weggesmolten, omgesmolten tot nieuwe producten. Bouw en sloop. Ja, wat is dat dan? Alles wat met bouwensloop te maken heeft en minder goed gerecycled kan worden. Dus die wordt vermalen. Alle houtproducten worden daar weer vermaald naar nieuwe plaatsen. Dit is het idee. Nou is het idee dat we de plafondlatten die uit het gesloopte deel komen gebruiken voor de omtimmering van de koffiekorners. Ja, we gaan nog even kijken. Dus deze latjes? Ja. Dat zijn misschien wel deze latjes. Ja. En die komen uit de B-vleugel. Uit de B-vleugel. Nou, als je het nou hebt over circulair. Dat bedoel ik. Dat is een mooi voorbeeld. De printautomaat komt hier te staan. De brandmeld dingetjes hangen hier nog. Uitdagende klus. En het uitdagende zit er in het feit dat het een combinatie is van nieuw en van oud. Wij gebruiken een deel van de bestaande bekabeling. Wij gebruiken het bestaande schakelmateriaal. We hebben wel een nieuwe hoort gemaakt. Nieuwe verlichting, allemaal LED-verlichting, zuinige verlichting. Alles met sensoren, dus het licht gaat vanzelf weer uit. Dus we zijn groen bezig. Een hele lange klus. Hoe lang zijn jullie ermee bezig? Ja, in eerste instantie waren we er 4 weken mee bezig, maar het is toch wat meer werk dan we hadden gedacht. Dus we zijn sowieso naar de bouwvak, zijn we er nog weer. Dan spuiten we parels in en die worden verlijmd. Dat worden met de machine gedaan.